Heb jij zo'n hele mooie nieuwe zaak geopend en dan, nou, iedereen heeft er natuurlijk meegekregen dat er iemand dan een recensie over schrijft. Laten we zeggen, waar je over kunt discussiëren. Nou ja, dat is de discussie niet waard. Wat gebeurt is, recensies en commentaar, altijd goed. Dat houden we elkaar scherp, dan haal je uit wat je wel of niet fout doet. En hoe het overkomt op het publiek wat bij je zit natuurlijk. Dat is een goede recensie. Maar zodra het een column wordt en je gaat volledig afgeven op de mensen die er zitten, het is geen column, hè. Het is een recensie. Ja, dat is natuurlijk. Maar het leert je ook op een gegeven moment van heel veel gasten die je bijval krijgen en die zelfs eergezonde stukken en mails naar die krant sturen. De eerste NSC was echt goed. De tweede, Joël, nou, ik weet niet wat voorbij een been die uit bed gestapt is. Maar ongelooflijk dat je bedenkt van waar je vandaan komt om dat te schrijven. Ja, daar kwamen we er eigenlijk niet eens over opwinden. En dan een dame die daarna, zeg maar, een stuk schrijft waarvan ze 2 maanden geleden is geweest. En eigenlijk in dezelfde stijl als de maatje zelf heeft, eerder heeft gehad. Ja, ja, dat is. Ja, wat doet dat met je? Nou, het is vervelend, want uiteindelijk lees je. Maar als iemand schrijft met liefde verduurde zwezerik, weet hij echt niet waar hij het over heeft. Weet hij niet waar hij het over heeft. En als je dan zelf een programma over kwaliteit maakt, je mag het natuurlijk niet zeggen. Maar alleen maar oes en as zeggen en je zegt dat je zo geweldig van auto tot de boter bent, maar je begrijpt niet eens hoe het in elkaar zit, dan weet ik niet of je moet recenseren. Weet je, het staat nu nog op dat web, hè. Nu nog, hè. Nu nog zijn er mensen die zeggen, hey, ik kom even lekker zelf proberen, want wat die gast schrijft en die vrouw, lijkt mij niet dat dat echt heel recent is of relevant is of dat dat klopt. Zo belachelijk maken ze zichzelf dan. Maar heeft het dan eigenlijk voor jou een positief effect gehad? Nou ja, je gaat wel scherp zijn met elkaar, dat is sowieso, dat ben je altijd, hè. Want nogmaals, ze moeten schrijven wel wat ze willen, maar als het zo persoonlijk wordt, dan is het een beetje raar. En je moet ook wel begrijpen wat kwaliteit is. En als je over zo'n kreefje hebt en zo, het antwoord wat die man is niet goed, dat haal je eruit dat dat natuurlijk op een rare manier is gebeurd. Het is stom voor woorden. Dus daar heeft ze gelijk in. Maar de rest erbij is schandalig. Maar is het eigenlijk ook niet juist talent dat iedereen, dus ook Herman de Blijker en ook Herman's restaurant, een keer iets fout mag doen? Ja, als je altijd maar die perfectie naast wil streven op jouw manier van wat jij vindt wat op bord moet komen, je glijdt een keer uit, je staat een keer 80 uur te werken, het komt een keer te laat binnen, de bestelling of het kassysteem waarmee je werkt, dat is het keertje in de schrift. Er zijn allerlei invloeden voordat het op het bord komt. Iedereen bij ons, onze afnemers, zitten aan tafel, die bestellen het, die krijgen het op dat moment. En dat zegt ook wel veel van de manier van hoe ze geschreven hebben. De omgeving wat dat moet zijn tegenwoordig om te eten voor een andere generatie. Het moet Instagrammable zijn. Vroeger dacht ik ga die keuken helemaal vol lekker vreten, hier kom ik je terug. Ja, dat is even niet meer zo. Dus het is wel leuk om met die jonge gasten bezig te zijn. Want dat is natuurlijk op een rare manier nieuw voor mij om wel de mensen naar binnen te trekken. Nu moeten we bezig zijn met het Eurovisie Songfestival van volgend jaar om die mensen naar binnen te halen. Er komen wel tafels binnen, maar niet genoeg. Hebben wij wel verkeerd gedaan. We hadden lang een soort samenwerking. Er zijn zoveel concurrenties, in die zin collega's, die het leuk vinden om die horeca te doen. Maar het is maar, je zit allemaal uit jezelf de ruif te vreten. Dus je moet elkaar niet afpakken, je moet aanvullen. En met z'n allen moet je dat een beetje bestieren.